Het zou goed zijn, hè, gezien de situatie, dat je lekker uit Bunschoten verdwijnt, want het is nog steeds een issue als je homo bent, snap je? Dat is te horen op de bandopname van het gesprek dat Jaap had met de sociale dienst. Die dienst wil niet reageren zolang de zaak nog bij de rechter ligt, maar Jaap en zijn advocaat walgen ervan. Ik vind het niet kunnen. Ze denken dat ze over iedereen heen kunnen lopen en dat ze bepaalde mensen op een bepaalde manier kunnen gaan breken. In het gesprek wordt Japer van beschuldigd fraude te plegen met zijn uitkering. Volgens de sociale dienst woont hij in die tijd samen met zijn vriend in huizen. We kwamen wel bij elkaar natuurlijk. En je slaapt af en toe eens een keertje samen. Maar samenwonen was, was er gewoon nog veel te kort voor. Toch gaat Japer mee akkoord om zijn uitkering stop te zetten. Hij zet zijn handtekening omdat hij helemaal klaar is met het gesprek en de mensen van de sociale dienst. Nou, dan heb ik het gewoon liever niet. En dan eet ik wel liever een stuk droog brood dan dat ik nog geld van wil krijgen. Dan hoeft het toch niet. Maar omdat Jaap het geld wel nodig heeft, verliest hij zijn woning en moet hij noodgedwongen weer bij zijn ouders intrekken. Ook moet hij een flink bedrag terugbetalen. Maar daar wil zijn advocaat nu een stokje voor steken. Je kan niet op. Deze manier iemand een verklaring laten ondertekenen. Je weet dat iemand onder emotionele druk kan staan als je zo tegen iemand tekeer gaat in een gesprek. En dat meer dan een uur lang. Jaap en zijn advocaat hopen dat de rechter dit zal inzien. Maar ook dat de sociale dienst en de gemeente Bunschoten hier iets van leren. Vooral belangrijk is dat de sociaal rechercheur die deze uitlating heeft gedaan, toch wordt aangepakt en dat er op zijn minst een goed gesprek met hem wordt gevoerd. Dit mag gewoon niet meer gebeuren.